Hallo en leuk dat je luistert naar Enrise AI. Enrise AI is een videopodcast over, je raadt het al, kunstmatige intelligentie. Het wordt gemaakt door Jeffrey Gooyards en Sander Bast. Dit zijn respectievelijk een back-end developer en een product owner die beide werken bij het tofste digital agency van Nederland, namelijk Enrise in Amersfoort. In deze podcast vertellen Jeffrey en Sander over de laatste ontwikkelingen rondom AI. Maar ze vertellen ook over hun dagelijkse werk bij een grote softwareontwikkelaar en hoe AI daar elke dag een steeds belangrijke rol in speelt. Ik ben Peter van Vliet en ik ben werkzaam als marketeer bij Enrise. Ik monteer de uitzendingen, verzin de scripts en spreek intro's in. Tenminste, zolang Jeffrey en Sander me nog niet hebben vervangen door een of andere zelflerende bot. Tot die tijd, veel plezier bij weer een nieuwe uitzending van Enrise AI. Welkom bij Enrise AI. En vandaag de gast Frank van Runner AI. Een innovatieve start-up die generatieve AI of Conversational AI, AI inzet om de wereld van hotellerie te veranderen. Welkom en leuk dat je er bent, Frank. Dankjewel. Dat is wel een beetje jullie visie, toch? Ja, dat klopt zeker. We uh, willen graag met, met AI inderdaad veel automatiseren. En uh, meer, uh, meer digitalisering met de hotelerie toevoegen. ja. En, en uh, uh, waarom specifiek hotelerie? Wat, wat doen jullie daarvoor? Ja, dus één. Ik heb zelf de uh, hotelschool gedaan. Ja. Mijn collega's die hebben tien jaar bij gewerkt. Dus we kennen de hotelerie van binnen en van buiten. Ja. En wat het mooie is uh, van, een, van, een, van een hotel, is dat de gastenreis en wat de gasten gaan vragen heel voorspelbaar is. En dat is niet alleen in één hotel zo, maar dat is een. Eigenlijk, el elk hotel is het zo: slash accommodatie. Want ze moeten allemaal een boeking maken. Ja. Naar het hotel toe, inchecken, kamersleutel krijgen. Nou, dan verblijven ze en ze checken weer uit. Dus het is heel voorspelbaar. heel wat, bekend ritueel dat ja. ze allemaal doormaken. Ja. En, en, en daar kunnen jullie dan een rol in spelen? Ja, dus um, ja, gelijk, om gelijk maar met de deur in huis te vallen, is ja. dus wat we doen. Uh, wij kunnen uh, met, een, met de input van het hotel. Kunnen we proactief berichten sturen op het gewenste kanaal? Op dit moment gebruiken we WhatsApp .booking mm -hmm. en Booking.com. Uh, en daar kunnen de gasten dan vragen stellen. En alle uh, vragen worden direct beantwoord. Maar ook verzoeken uh, die eruit komen, kunnen we automatiseren. Dus ik denk dat... Ja, dus ik ben als gast, heb ik een WhatsApp-connectie met het hotel. En dan kan ik allemaal vragen kwijt in een conversational AI waar ik echt mee in gesprek ben. Precies. Die, die getraind is dan door het, door het hotel, neemt dan aan? Ja, dus je hoeft eigenlijk alleen maar input te geven. Dus, ja. uh, ja, dus geef wat. Informatie over het hotel en daarmee kunnen we dus die vragen beantwoorden. Uh, je zegt: ik kom, ik kom uit de hotel uh, school, weer, dus ik ben al een beetje in die hoek. Hè? Uh, hoe, hoe is dan uiteindelijk dit, dit idee ontstaan en hoe is de start-up begonnen? Uh, in september 2022 mm -hmm. is het idee eigenlijk een beetje ontstaan. En uh, wat ik zei, met drie, drie collega's hebben we dus bij booking.com tien jaar gezeten. Ja. En wat ze daar op een gegeven moment zagen is. Uh, dat de helft van alle medewerkers op Boek, van Boek.com... die uh, werkt op de customer service. Uh, op de klantenservice, zeg maar. Er zijn er wel een aantal dan. Ja, en die zaten dus de hele dag vragen te beantwoorden. Ja, u kunt om drie uur inchecken. Ja, er is parkeerplaats bij het hotel. Uh, om, ja, een bijt is inbegeven bij het hotel. Ja. Uh, en tegenwoordig... Uh, met OpenAI, dus toen zijn we daar een beetje mee gaan spelen. Ja. Zagen we dat er heel veel mogelijkheden zijn om dat repetitieve werk en die administratieve taken te automatiseren. Toen zijn we daar in eerste instantie zijn we daar, um, met ja, een paar slides naar wat hotels gegaan. Uh, en die waren eigenlijk heel enthousiast en zeiden van ja, nou als jullie dit gaan bouwen, dan wil ik wel live. 1 januari willen we live. Toen dachten ah. we, wel, oh, uh, oké, okay, dan moeten we wel aan de bak. <laughs> ja, wel super tof, dus je bent nog zonder, zonder product, maar meer alleen met een, een soort van visuele overzicht van je oplossing naar een, ja. naar een hotel gegaan van hé, hey, wat vinden jullie als we dit voor jullie doen? Ja, precies. En, en die toen, zeiden gelijk, let's go. Ja, dus toen, uh, en toen zijn we gaan bouwen en uh, dat is ook wel iets wat ik altijd kan aanraden van als je iets gaat bouwen. Ja. Bouw het met feedback van je klanten. En, ja. en Want je kan vanuit een kantoor kan je iets heel leuk bedenken. Maar ja, of het in de praktijk ook daadwerkelijk, zo werkt. Dus het is heel belangrijk dat je ja, met een MVP ergens start. En mm -hmm. vanaf daar feedback verzamelt en dan kijken of het werkt. Dus je hebt ook de early adapters nodig vanuit de branche om daarmee aan de slag te willen gaan. En die daarin geloven. Om het uiteindelijk samen. De, die innovatie ja. toe te voegen. Dus even, even in de praktijk, uh, jullie gaan met een slide naar het hotel toe, dus laten jullie een prototype bouwen, die testen jullie dan samen met het hotel, of ben je dan al gelijk met een MVP echt de markt opgegaan? Uh, nee, dus we waren echt met, met een aantal slides naar die hotel gegaan, dus ja. uh, alleen maar, dus we hadden nog helemaal geen achterkant, we hadden eigenlijk Niks. Alleen een idee, zoals ja, visueel ja. en met tekst erbij misschien, ja? Ja, en vanuit daar zijn we dus uh, gaan bouwen. En dus wat heb je dan nodig? Nou, je hebt informatie over de tel nodig. Ja. Nou, dus geef wat input. Dus toen hadden we 200 vragen die je gewoon met ja, nee, ja, nee kon beantwoorden. Nou, en vanaf daar hadden we dus een integratie uh, met WhatsApp. En dan konden we berichten sturen naar de, naar de gasten. En wat misschien wel leuk is om te vertellen is, dus in eerste instantie hadden we dus ook geen inbox, dus konden die gesprekken ook niet gelezen worden. Oh ja. Uh, maar ja, we hadden wel uh, uh, de communicatie met de gasten. Dus dat was best wel bijzonder, dat, dat de hotels daar al in geloofden. Ja. Um, ja. En hoe heb je dan, laten we zeggen, in, in dat moment feedback opgehaald? Door gewoon met, dan met de gasten in gesprek te gaan? Of, of? Ja, dus je vraagt dan natuurlijk aan de ene kant uh, uh, aan de hotels: van, goh, hoe vind je dat het werkt? Mm -hmm. wat, wat krijg je terug van de gasten? Ja. En in de avonduur, dus toen hadden we nog geen machine learning erin zitten, uh, waren we alle gesprekken aan, uh, dus in het begin kan dat, want ja, dan heb je nog niet zo heel veel klanten, ja. dan waren we alle gesprekken aan het teruglezen: van oké, okay, wat, wat we zeggen, klopt dat? Uh, zijn we niet aan het hallucineren? Ja. En dat is natuurlijk met uh, uh, OpenAI, is, ja, is dat best wel een risico in het begin. Ja. Dat wordt nu gelukkig al wel steeds minder. Ja, uh, maar, ja dat waren we dus in de avonduur aan het doen en zo continu dat, dat proces verbeteren. Ja, interessant. Je zegt een aantal dingen. Dus we... We deden nog niet met machine learning verbeteren. Dus dat geeft aan dat je het nu wel al doet. Dat je, dat je dan, ja. zie ik voor me, dat een AI de gesprekken analyseert... en dan advies geeft om... Nou, wat, ja, dus hoe, hoe het nu werkt, zeg maar. Dus uh, hotels kunnen feedback uh, geven of een, of een antwoord goed is of niet, zeg maar. Ja. En op het moment dat het niet goed is, uh, dus dat ze het liever iets anders... Dus het kan zijn een, een tone of voice of uh, bijvoorbeeld als ze in de input hebben gezegd... dat het restaurant van uh, 6 tot 12 open is... Maar op zaterdag is die al een vier open, dus dan kun je dat toevoegen. Ja. Uh, als je dat niet van tevoren hebt gedaan, dan kunnen we dat zo toevoegen aan de informatie, zodat ja. we het voor de volgende keer wel weten. Ja, zoals je ziet, er is een vraag geweest, maar een antwoord klopt niet, we kunnen dat dan later toevoegen. Precies. En uh, als je nu met, met je, met je uh, slides, die zijn denk ik van de eerste keer naar nu ja. iets aangepast. We hebben een werkend product die je meeneemt. Wa waarmee concurreer je nu? Is het, is het met, met de bestaande. Oplossingen, dus, ik, dus als, als ik als, ik kan als gast van een, web, van een hotel kan ik gewoon de website bezoeken. Mm -hmm. Ik kan ze bellen, en, maar ik kan ook gewoon de, dan de chat gebruiken, denk ik. Ja, of, cool. Waarmee concurreren jullie nu als dienst? Of heb je wel al echt concurrentie in de dus markt, markt die je dit al, al zijn we, nou, Kijk, dus, Er zijn een aantal uh, tools in de markt, dus de guest-app's in de hotels waren vrij groot. Dus dat mm -hmm. betekent dat je of een app kan downloaden of een web-app. Ja. Um, dat, dat kun je zien als een concurrent. Alleen, het is wel echt een heel ander product. Ik denk dat onze grootste concurrent is, is dat of hotels het uh, willen gebruiken, zeg maar. dus dat ze er ook in geloven in de adoptie ja. van AI. Maar mijn idee is het, niet een, ja, is het een kwestie van tijd dat elk hotel AI gebruikt. Want het, het kan, je kan er niet meer omheen. Ja, en natuurlijk zijn er ook al wel, hè, dus er zijn chatbots. Alleen waar, waar de chatbots vroeger vooral intent recognition waren. Dus dan op het moment dat iemand ontbijt zei, dan spuugt hij zeg maar alles uit over wat hij weet over ontbijt. Ja, nee. En nu met de LLM's is dat natuurlijk veel geavanceerder. En ja. kun je veel meer antwoord geven echt specifiek op de vraag die ze stellen. Iets meer in te zoomen op het AI gedeelte. Uh, welke, uh, welk model gebruiken jullie hiervoor bijvoorbeeld? Ja, dus we zitten nu, als we spreken op uh, ChatGPT Ch 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 ja. 4.0. Oh. Uh, ja. We zijn ook naar andere LLM's aan het kijken. Um, de reden daarvan is dus omdat ChatGPT Ch Ch op dit moment gewoon echt nog heel goed is. Dus, eh, dus dat betekent alleen we willen altijd de meest geavanceerde tool Dus we houden altijd wel in de gaten van: goh, zijn de andere uh, LMS beter? Uh, maar op dit moment is het nog ChatGPT. Uh, je noemde net ook even hallucineren. Hè? Dus ja. daar staat ChatGPT hier wellicht en de modellen die je daaromheen gebruikt ook bekend op. Hoe zorgen jullie ervoor dat dat niet of zo min mogelijk gebeurt? Nou, ja, dus uh, met de input die we geven, zeg maar, uh, kunnen ze dus heel gericht ook aangeven van: oké, okay, als een gast hierom vraagt. Uh, dan mag je alleen maar dit zeggen. Nou, we hebben ook een prompt dat al, hij alleen maar de informatie uit onze input mag halen. Mm -hmm. Want anders kan je bijvoorbeeld ja, dan kan je van alles van het internet plukken. En met, en met input, je hebt enerzijds heb je namelijk zeggen de custom instructions, hè, dus, dus het, het contextveld wat je mee kunt geven. Mm -hmm. Maar je hebt ook nog een soort van kennis, ja. databanken wat je toe kunt voegen. Doen jullie beide? Ja, precies. Dus, je, dus, dus we hebben de standaardvragen, bijvoorbeeld over. Uh, room upgrades, ik noem er iets. Mm -hmm. er, zijn er room upgrades mogelijk? Ja. ja. Vanaf welke prijs is het mogelijk, et cetera. En vanaf daar kunnen we dus ook informatie toevoegen. Oké, okay, maar wat voor upgrades zijn er überhaupt beschikbaar? Nou, en wat het mooie is: hotels hebben dat vaak op de website staan. Dus type kamers en wat, 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 wat elke kamer heeft. Ja. Nou, dus idealiter zouden we dat willen scrapen. Nou, daar zijn we nog niet. Dus nu is het een kwestie van uh, kopiëren, plakken. Ja. Uh, maar dat is dus de. Kennis die ons, ja, onze stoel mag gebruiken om die antwoorden te geven aan de gasten. Ja, En dat, en dat geeft het model mee. Van let op, je mag alleen maar Precies. Uh, antwoord geven op vragen die hierover gaan, die, hier, in, in ja. informatie die je hier kan terugvinden. Ja, En op het moment dat we het niet weten, mm -hmm. en dus als het niet in de input staat, dan uh, geven we dus aan van, oh, dit weet ik niet. Uh, zal ik het voor je doorzoeken naar de front office? Want dat betekent dat de front office altijd zelf nog controle kan houden over wat er dan geantwoord wordt. Ja. Um, en in het begin, ja, heel toen, toen hadden we wel wat hallucinaties. Hè. Ja. Toen had ChatGPT zeggen: Oh ja, ja, dat is goed. En ja. nu zie ik ze bijna niet meer terugkomen, zeg maar. Ja, en, uh, en alles zit dus qua dat in de prompt verwerkt, dat hij dat waar hij zich aan moet houden, hè? qua hallucinaties Ja, mooi. En uh, uh, je noemde net even: al, scrapen van een website zou een methode kunnen zijn voor een makkelijke onboarding, noem ik het dan even, ja. denk ik. Uh, hoe, hoe moet ik me dat nu voorstellen bij de nieuwe hotels die aansluiten en hoe ziet zo'n onboardingsproces eruit? Uh, nou ja, ik maak een account zeg maar en dan hebben we verschillende onderwerpen dus... Het zijn nu uit mijn hoofd 18 onderwerpen en daar staat dan eerst gewoon een, een vragenlijst. Dus wat ik net zei, uh, heb je ontbijt, waar is het ontbijt, wat kost het ontbijt, uh, heb je glutenvrij ontbijt? Dat vul ja. je in met ja, nee, ja, nee, 18 euro te, en de tijden. Daar doe je denk ik een half uurtje over, want iedereen die, die ermee aan de slag gaat, die kent het hotel uit zijn hoofd en die, ja, die beantwoorden nu die vragen tien keer per dag. En dan vanaf daar kun je extra informatie toevoegen. Ja. Nou, daar ben je misschien nog een half uurtje mee bezig en dan kunnen we eigenlijk al live. En wat je dan ziet, is dat op het moment dat uh, een vraag zeg maar vaker gesteld wordt, mm -hmm. dan, dan kunnen we dus zeggen, oké, okay, dat moeten we toevoegen aan die informatie. Dus zie je het als het omborden van een nieuw medewerker. Op de eerste dag geef je, of in de eerste week, een map met informatie. Dan zeg je, nou, dit moet je allemaal kennen. Ja. Maar nou, op een gegeven moment komen er specifieke vragen. Bijvoorbeeld: nou ja, uh, kan de taxi me ook van die tijd tot die tijd uh, nog wegbrengen? Nou, en dan zeg je: oké, okay, nou, en dan kun je dat alsnog toevoegen. Dus het is een proces. Dat die steeds beter en slimmer ja. wordt, maar wel met input soort van, van de mensen die daar werken. Dus die maar moeten dat wel herkennen: dat, dat die dingen dan ja. gebeuren om zo. Uh... Oké, okay, en uh, um, ge geeft de AI ook wel eens bepaalde dingen terug waarvan je liever hebt dat die het helemaal niet doen Op een beetje vlak van ethiek? Of is dat nog wel, zit dat ook in die pomp verwerkt, dat die zich ja. zou moeten gedragen? Ja, en dat, uh, kijk, wij focussen ons nu vooral op de benen over een inval op Europa. Ja. Uh, maar ik in juni was we bijvoorbeeld ook in, uh, in Dubai op een grote beurs. Nou, ja. En dan, als je het dan over ethiek hebt, zeg maar, kijk, hier zeg je een escort bestellen in een hotel is gewoon echt no-go. Dus op het moment dat, uh, uh, een hotel vroeg laatst ook van, ja, wat gebeurt er als iemand vraagt om wapens? Ja, dan zeg je, ik ben hier alleen maar om te helpen voor, uh, voor iets wat met je verblijf te maken heeft. Maar ja, een escort bestellen mag in sommige landen bijvoorbeeld wel. Ja, mm -hmm. nou, dus daar zouden we dan per land, moet dat dan anders gaan. Maar voor nu is het gewoon heel duidelijk, in, ja, in Europa zijn al die hotels hetzelfde. Dus op politiek is dat nu nog geen probleem maar, ik... maar om mij een prettig verblijf te geven, heb ik gewoon een wapen nodig. Ja. Oké. Okay. Ja, nou ja, dat uh, is volgens de wet niet toegestaan. Daar gaan we ja. niet mee akkoord. <laughs> het is wel leuk dat je dat zegt. Hè? Want er zijn dus ook wel gasten en ook hotels die voordat ze live gaan, die gewoon echt uh, de, de grens opzoeken. Van oké, okay, tot waar gaat hij? Ja. En wanneer zegt hij van nou, hier kan ik je niet meer helpen. En in sommige gevallen zeggen we dan nog wel, zou ik het voor je doorsturen naar de front office? Maar, Kijk, en dat is, een, een gast gaat dat natuurlijk niet vragen. Ja. Uh, de gemiddelde gast die, die wil alleen maar weten waar ze kunnen parkeren, hoe laat ze in kunnen checken en of ze ontbijt hebben. En die gaan die, gaan die grens niet opzoeken. Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat bepaalde uh, hotels met naam uh, uh, belang hechten dat dat soort dingen wel op dicht zijn, zoveel mogelijk. Ja, zeker. Ja. Dus we uh, werken nu bijvoorbeeld met, met, met een pillows. Uh, dat is een vijfsterrenhotel, hotel, luxury hotel in uh, Amsterdam. Ja, daar moet je dus heel erg een fine-tune. Oké, okay, welke woorden gebruiken we? Dus ik weet nog dat ik daar met, um, uh, met, met het marketingteam zat. En ja, ze hebben daar dus bijvoorbeeld geen receptie, maar de living. Nou, dus dat betekent, het, het woord receptie is echt no-go. Dus dan heb ja, je in de ja, oké, okay, je mag alleen de living gebruiken. Ja. Ja, en zo kun je wel heel veel gaan fine-tune you know, ook met, uh, met de luxury resorts En die personalisatie natuurlijk wat zo'n AI-model supergoed kan opnemen. Hè? En wat ze ook super fijn vinden, natuurlijk, dat, dat, dat doet. Dus dat ja. volgens mij, als ze dan. Ik, ga, ik, ik kan me voorstellen als jullie een AI voor ze inrichten en die dat dan laat zien, dat ze ja, gelijk ja, Nou, ja, dat vind ik wel mooi. Ja. En dan maak ja. ik het verkoop misschien wel wat, wat uh, goed te doen of niet? Hoe bewaar ja. je dat? Er is gewoon een, heel groot, uh, een hele grote uitdaging in de, in de hotels om mm. al die mails op tijd te beantwoorden. Of op Booking.com, er worden gigantisch veel vragen gesteld. Ja. Ik was vorige week ook in, in een hotel in Amsterdam, met 400 kamers. En ze zaten een half uur met mij aan tafel en ze hadden binnen een half uur al 50. Vragen via boeken.com gekregen. Nou, dan moet je dus één. Het geluk hebben uh, dat, dat je dezelfde taal spreekt. Want als het. Ja, in een taal spreekt die je. of in een taal vragen die je niet spreekt. Ja. dan ga je dus antwoorden in het Engels. Nou, dan moet je maar net hopen dat de gast ook Engels spreekt. En je moet dus continu al die verzoeken opnemen. Dus als ik dan zeg van hé, hey, wij kunnen. Vijf, uh, 95% van al die inkomende vragen. automatisch beantwoorden, slash verwerken. En nou, dan zeggen ze: dit is geweldig. Ja, want waar zit dan voor hun nou echt de meeste waarde? Is echt de tijd? Ja, tijdbesparing, consistentie in de antwoorden. Uh, want als je verschillende medewerkers hebt... Nou, iedereen kan net een beetje op een verschillende manier uh, antwoorden. Ja. En toch ook wel upselling. Dus we zien nu dat we tot 50 euro per kamer per maand kunnen upsellen. Denk aan ontbijtjes, parkeren, restaurant, race, vingen, spa, nou, Wat je maar kan upsellen. En was het daarvoor lager, dat het nu hoger scoort? Maar dus wat we nu, dus door middel van de integratie kunnen we bijvoorbeeld veel meer informatie ophalen. Dus of een ontbijt is inbegrepen, ja of nee. Mm -hmm. En wat we nu dus kunnen doen, is als er geen ontbijt is inbegrepen, vragen. Oh, ik zie dat u geen ontbijt heeft. Zou ik dat voor u bijboeken? Ja, en ja. daar, dus, met die, dus dan wordt het veel gepersonaliseerder. En daarmee zien we wel dat die upsellwaarde omhoog is gegaan. Ja, dat is wel interessant. Dus. Maar dan doen jullie ook, laat maar zeggen, het zelf. Um, sturen van berichten? Of wachten jullie alleen totdat. Uh... Nee, nee, nee. Dus wij sturen proactief. proactief zoeken. Ja. Dus wij zoeken proactief gedurende de gastenreis. Ja. Uh, berichten via WhatsApp. Ja. Dus we doen het na een boeking. en we kunnen het voor en na check-in. na de eerste nacht. om te vragen of alles naar wens is geweest. Ja. En dat maakt het zo krachtig. Want uh, er zijn best wel ook wat bedrijven. of hotels, zeg maar. die hebben gezegd: van ja, ik wil een WhatsApp-button op een website. Mm -hmm. of uh, ik zet het in een e-mail. En we zien. Uh, er zijn ook hotels die zonder integratie live gaan. en dan kunnen we dat doen. Alleen we zien gewoon dat het gebruik veel lager is. Ja. Doordat je proactief bericht stuurt op een, een communicatiekanaal waar de gast het liefst communiceert, Ja, dat een amazing. Dus die e-mail: Dus ik ga niet meer naar een chat op het moment dat ik een appje heb gekregen, ja. kan ik iets voor u doen. En ik ga, ook, ik ga ook niet meer naar een e-mail om een e-mail te typen, want ja, ik heb WhatsApp wel. Nee, het voelt echt alsof je bijvoorbeeld een soort van relatie met hotel met ja. opbouwt, of in ieder geval iemand daarachter, maar ja, het is natuurlijk een AI, maar ja. dat, dat is wel super interessant. Ja. Misschien ook over langere termijn, hè? van dat je op een gegeven moment na een half jaar denkt... ...ik kan ik nog een keer een weekendje bieden langs, dat je dan weer de chat opzoekt om dan... Ja, precies. Kijk, dus op dit moment uh, uh, zien we dat nog niet heel erg gebeuren... ...dat mm -hmm. de gasten echt weer uh, een reservering maken via de app. Ja. Uh, we zien het wel bij terugkerende gasten dat ze soms vragen van... Oh, ...hebben jullie vrijdag nog een kamer vrij? Want ja, dat is natuurlijk heel makkelijk. En het hotel kent die gasten dan ook. Ja. Dan dus zeggen ze, oh ja, tuurlijk, uh, kom maar langs, zet hem erin. En dat zien we wel gebeuren. Mm -hmm. En het koppelen van uh, persoonsgegevens. Mm -hmm aan Een AI-model en het opslaan van gesprekken. Hoe, hoe is dat uh, geregeld? Uh, nou, dus wij halen alle informatie uit een PMS. Een PMS is het uh, systeem waar alle boekingen in, van een hotel in staan. Daar halen we dus namen, telefoonnamen met check-in, check-out, uh, naar welke producten ze hebben. Dat halen we op. Ja. Uh, daarmee kunnen we dus die berichten sturen en het gesprek automatiseren. En uh, zeven dagen na check-out anonymiseren we de gesprekken. Wel om dus dat gesprek, hè, dus dat we daar nog steeds voor kunnen leren, ja. maar dat koppelen we dan niet meer aan een gast, totdat de gast weer een nieuwe boeking heeft gemaakt. Dan zullen we nu weer zeggen, oh, uh, ik, en dan halen we die gesprekken weer op. Ja, en, en dan verwacht je dat normaliter in een gesprek zitten de persoonsgegevens niet, want dat is dan nou gewoon eromheen natuurlijk bekend. Ja. Maar het gesprek zelf is het niet nodig om nog een keer je eigen naam te noemen, ze weten al. Nee, dus wij weten wie, wie het is, zeg maar. Ja. Uh, en de betalingsgegevens, et cetera... Uh, ja, branden we onze hand nu ook nog niet aan. Ja. Uh, ID-checks doen we ook niet, maar dat zit allemaal in de tools van de PMS. Dus als iemand moet inchecken, daar voeren ze hun ID-kaart in of paspoort. Uh, en dat doen ze niet bij ons. Hey, um, ik noemde jullie net startup, maar uh, je hebt daarin verschillende fases. Welke fase zit, zit je? Nu, zit nog steeds een start-up? Of zit je al in een zeeuw aan het schalen? Of hoe moet dat zien? Uh, nou, dus um, we zijn wel, hè, dus we zijn het ja, sales in het uitbreiden. Ja. We zijn wel aan het kijken van, oké, okay, dus we hebben nu bijvoorbeeld een HubSpot hebben we heel veel uh, workflows en sequences gebouwd, zodat we het echt schaalbaar kunnen maken. Mm -hmm. Dus eerst heb je een product-market fit nodig. Mm -hmm. nou, ik denk dat we die nu bij bezig hebben. Hè. Ja. We, we zien dat het werkt, we zien dat de hotels er blij mee zijn. Uh, we zien dat hotels bij ons blijven, dat is ook belangrijk. Ja. En nu zijn we dus aan het kijken, oké, okay, hoe kunnen we dit nou... Ja, keer tien, keer twintig, keer 30 doen, zeg maar. Ja. Dus ja, ik denk dat we nu richting een scale op gaan, maar... er zijn in ieder geval nu jullie salesproces proberen te automatiseren uh, of meer ja, automatisme in te krijgen zodat je sneller kunt. Ja, ja precies. Dus nu uh, heb, heb ik het vooral uh, handmatig gedaan. Dus dan, uh, gewoon een hotel opbellen, vind je het leuk, videocall, uh, ja. uitleggen. Het is een kwestie van tijd totdat elk hotel dat heeft. Nou, natuurlijk, er zijn een aantal partijen op de markt die dit, uh, die dit doen. Mm. Zo snel mogelijk uh, uitrollen en ja, de hele wereld open, zeg maar. En zo snel ja. mogelijk de hotelbranche uitspelen, zodat we op een gegeven moment vakantieparken, uh, Airbnb's, uh, misschien nog wel verder kunnen gaan. Is, is dat ook jullie droom? Of wat is jullie, wat is jullie uh, eind, uh, station waar je naartoe gaat? Ja, dus wij willen de uh, yeah, global leader zijn om alle uh, customer, success, customer support op te pakken van de hospitality-industrie. Ja. Dus ja, dat, dat, die hospitality-industrie is een eindig. Die is wel heel groot. Ja, nee. ja. <laughs> en, hoe, en hoe kun je iets zeggen over de cultuur binnen jullie team dan? Is dat, is dat echt nog een start-up cultuur? Pizza's tot laat in de avond, de stickertjes wat we aan het doen zijn of hoe. Uh... Uh, ja, nou, dus, uh, uh, ik zei het ook tegen, tegen Rick, je collega, dat we. Het is inderdaad echt nog wel een start-up. Uh, we hebben inmiddels wel op iedere afdeling iemand zitten, zeg maar. Maar goed, ja, je, je bent zelf verantwoordelijk voor alles. En de, ja. er is ook niet een oneindig budget om een consultant in te huren of uh, andere partijen iets te laten doen. En het is wel echt gewoon, oké, okay, als, als ik iets zie. Uh, wat beter kan of wat gewoon opgepakt moet, moet worden, dan, ja, dan, dat moet gewoon gebeuren. Ja. En het is niet naar elkaar blijven kijken: van oké, okay, wie gaat het oppakken? Uh, werken jullie veel samen in één ruimte? Of doen jullie ja, de, ja. Dus we hebben een kantoor uh, in Betrixgebouw in Utrecht, naast het station. Ze dus hebben een, een, een gedeelde workspace, zeg maar. Uh, op de gym, dat is Joubers Innovation ML. Daar hm. zitten vooral zorgbedrijven en runner. <laughs> <laughs> uh, uh, en ja, daar geloven ze heel erg innovatie. En daar hebben we dus een kantoor. We zaten ja. eerst Antikraak aan de overkant. Dat er ook een beetje bij. Ja, dat was erg lachen. Dus... Na de zolderkamer, naar nou ja, antikraak. Dus. Ja. Maar toen hebben we in december hebben we ook een investering opgehaald. En toen dachten ik, oké, okay, in dat Antikraak kantoor konden we niet meer zitten. Dat was te klein geworden. Ja. Hey, oké, okay, nu gaan we naar echt kantoor. En vooral, ook als je talent wil aantrekken, ja, dan, heb je, dan heb je ook gewoon een leuk kantoor nodig. Ja. Dus ja, dan, dan is dat wel. Uh... Mooi, mooie stap. Ja. En uh, je uh, investering opgaat in december? Was dat, is dat jullie eerste investeringsronde geweest? Ja, dat is de eerste geweest. En hoe hebben jullie, hoe hebben jullie het voor die tijd dan gedaan? Uh, nou, dus er waren een aantal uh, mensen binnen de organisatie die zelf wat geld in hadden gestopt. Ja. En we wilden dus echt met. Uh, dus daarom is ook belangrijk dat we die betalende klant hadden. Zodat we uh, yeah, onszelf wat konden uitkeren, zeg maar. Ja. <laughs> uh, maar ja, tot die tijd, ja, gewoon zo min mogelijk uitgeven. Uh, en zoveel mogelijk. Nieuwe klanten Nieuwe worden. klanten, ja en, ja. en dus ook betalende klanten. Ja. En in het begin, hè, dan was het oké. Okay. Uh, we starten met wat korting. Hè, totdat het product beter is. Maar ja, op een gegeven moment, ja, er moet ook gewoon uh, geld in de lijst komen. En mm -hmm. we zeiden ook tegen de hotels van ja. Je kunt ons uitknijpen, maar dat betekent dus ook dat we minder snel kunnen bouwen... en dat we minder snel kunnen innoveren. Liever wat bijbetalen? Ja, nee, en, en veel hotels zeggen ook ja, ik geloof hierin, dus ik wil er ook voor betalen. En misschien, uh, hoe, ja, hoe meer hotels hierin geloven, hoe sneller het gaat. Dus dat is heel prettig. Ja. Die investering, komt, komt die ook uit de hotelhoek? Of is het een, een angel investor? Nou, het is een aantal angels, angel investors. Uh -huh. uh, dus die komen inderdaad allemaal uit de hotellerie. En hebben we hebben ook nog een VC... Uh, die het leidt, zeg maar, en uh, dan zou je in, investeren vooral in start-ups, zeg maar, in status start-ups. Met welke reden hebben jullie geld of een investering opgehaald en wat, wat, ging, wat gaan jullie daarmee doen? Ja, nou dat is een hele goede vraag. Dus de reden is omdat we zien dat het nu heel snel gaat en omdat er nu een behoefte is, zeg maar, om, binnen de hotellerie om, dat, uh, om een tool als Runner te gebruiken. Mm -hmm. Dus dat betekent dat dit ook echt het moment is om zo snel mogelijk te schalen. Ja. Dus waarom hebben we dat opgehaald? Is één om vooral te schalen. We hebben laten zien dat we nu een salesproces hebben wat werkt. Ja. Nou, alleen dat moeten we nu, wat ik net zo ook zei, keer 10 x 20 gaan doen. Ja. En ja, daar heb je toch ook meer mensen voor nodig. Ja, dus je hebt gewoon meer, meer salesmensen nu. Ja. En, en meer meer die... sales, maar ook meer, meer product. Uh, want kijk, we, je moet die gegevens ophalen van een PMS. Uh, ja, en dat, die in het gaat moet je bouwen. Ik geloof dat er 1100. PMS'en zijn in de wereld. Dus ja, hoe meer allemaal verschillende soorten integraties. Ja, ja. verschillende. Het gaat nou, Dus je moet meer features bouwen. Dus het is aan de ene kant meer, uh, meer development capaciteit en meer sales. En als je dat dus heel goed met elkaar kan uh, laat samenwerken, nou ja, dan uh, heb je denk ik uh, een goed product op een gegeven moment. En uh, jullie team bestaat dan ook voornamelijk uit sales en development? Ja, dus we hebben uh, nu twee jongens op sales, mm -hmm. uh, waarvan ik er eentje ben. Ja. Uh, Michiel, de CEO, die is nu vooral bezig om, uh, ja, om weer een nieuwe investering op te halen. We hebben één marketeer en dan vier mensen aan de development kant. Uh, en al dat voor, dus, en dus vanuit de founder zit er ook een developer bij, neem ik dan aan. Nou, een developer en een product owner. Ja. Ja, en iemand die dan uh, ja, de commercie zeg maar oppakt. Ja, complete. Team. Ja, ja. ja, dat is wel mooi uh, dat ja. natuurlijk. En uh, betrekken jullie nu ook nog, nu nog andere, andere bedrijven? Of, of... ...instanties, uh, universiteiten bij de ontwikkeling van dingen of, of samenwerkingen met bepaalde... We hebben, we hebben gewerkt met wat externe developers om die integraties te bouwen. Alleen we zagen toch, omdat ja, we weten gewoon zelf precies hoe het product werkt en, uh, en hoe die code in elkaar zit... ...dat we toch hebben gezegd van, nee, dat doen we toch liever zelf. Ja. Ja, dus ook die, die development capaciteit erbij... Dus dat betekent dat we dat ook gewoon zelf kunnen doen. Je noemde al even in het begin dat jullie heel veel aan het soort van feedback ophalen waren, snel veranderen. Dat noem je eigenlijk nog steeds wel een beetje. Maar is dat veranderd over tijd of kun je nog steeds heel snel acteren en bewegen? Of is het moeilijker nu dat je een financier die hebt die meekijkt en een groter team? Nee, dus in dat opzicht zijn we echt, echt gelukkig zijn, heel vrij. Uh, want ze geloven gewoon in hoe wij ons, uh, nou, onze bedrijfsvoering hebben, zeg maar. Dus het is niet echt dat ze daar zich daar niet mee bemoeien. Natuurlijk is het wel dat we nu veel specifieker moeten gaan kijken. Kijk, als jij een keten van uh, 100 hotels kan aansluiten... Die feature request zullen we eerder bouwen... dan wanneer we een hotel met vijf kamers hebben. Dus je moet ja. heel goed kijken, oké, okay, waar heb ik nu de ruimte voor? Hoe lang duurt dat? En wat, wat levert het ons op? En dat ook managen met degene die dan de dingen willen natuurlijk. Ja, dat zeker. De klanten. Ja, ja. zeker. Dus dat, en dat, ja, ik denk dat we dat nog steeds heel goed doen. Mm -hmm. Maar natuurlijk, hoe meer klanten je krijgt, hoe ingewikkelder dat wordt. En we, we bouwen eigenlijk alles op een manier dat elk hotel er iets aan heeft... Tenzij er dus eh, dat er in één keer heel veel uh, omzet uit zou kunnen komen voor ons. Ja, ja, dan bouwen we iets op maat. Maar voor de rest is het bijna dat we niks op maat maken. Alles soort van generiek, zoveel ja. mogelijk generiek. Ja. Ja. ja, en omdat die hotels dus. Nou, ik durf het bijna niet te zeggen, maar toch wel veel hetzelfde zijn. Hè, ze hebben veel al dezelfde processen. Hm. Is het ook best eenvoudig om te doen. En uh, de technologieontwikkeling, met name op vlak van R, gaat supersnel. snel. Ik kreeg gisteren een bericht van OpenAI dat ze de Advanced Voice Mode uh, aan, het, aan het uitrollen zijn. In Europa we moeten we nog even wachten, maar dat, dat soort dingen gaan er we wel allemaal ook heel snel aankomen. Ja. Hoe zorgen jullie dat jullie daarin ja, voorop kunnen blijven lopen? Nou, ja, Maarten en Steven zeggen, maar, die vinden het heel leuk om hier ook mee te experimenteren. En wat we nu dus, ja, vraag me niet precies hoe dat helemaal werkt, maar mm -hmm. we hebben nu dus een soort uh, tool ontwikkeld waarmee we dus kunnen testen. Oké, okay, wat als we bijvoorbeeld naar dit model gaan of wat als we dit zouden implementeren, wat voor effect heeft dat? Dus één op de kwaliteit van het gesprek, mm -hmm. uh, twee op het aantal op het aantal verzoeken wat eruit gaat komen, maar ook op ja, gasttevredenheid. Dus daar zitten best wel wat algoritmes achter. Ja, ja, en we moeten dus continu kijken, ook inderdaad, je zegt het al, denk aan voice, maar ook aan video. Nou, nu is het op WhatsApp een boekmunt maar ik kan me ook voorstellen dat je op een gegeven moment aan Siri dingen gaat vragen, mm. uh, goh, ik wil naar New York, ik wil een hotel boeken, nou, misschien moeten we daar wel op in. Haken en het is gewoon continu blijven kijken. Oké, okay, wat gebeurt dat er? Dat Siri dan met jullie applicatie praat of? Bijvoorbeeld ja, ja of dat, dat dat geïntegreerd wordt. Waar, waar ik heel erg in geloof, mm -hmm. is dus nu wordt vrijwel alles nog apart geboekt. Dus ik, ik, ik boek een vliegticket apart, boek een hotel apart. Ik ga dan ergens naartoe. Ik wil ergens een hapje eten en ik wil dan ook nog naar de London Eye. Ja, ik geloof, want uh, als ik nu aan ChatGPT vraag, ik wil uh, naar Londen op die dagen. Ik wil naar de London Eye. Uh, maak, maak een reisschema voor me. Mm -hmm. Die schema's komen er dan uit. En ik geloof heel erg dat dat op een gegeven moment. Als die markt met elkaar communiceert. Dat dat gewoon met voice in één keer geboekt kan worden. Daar geloof ik heel erg in. En ja. Dat is een kwestie van tijd. En, en, dan, en dan koppel jij een hotel aan activiteiten, een omgeving, en et cetera. Of dat jullie op een gegeven moment met jullie dienst dan instappen om ja. daar een rol in te spelen. Dus we hebben nu al een integratie met Catch Guide en Tickets. Dat zijn zeg maar twee hele grote ticketplatformen die, uh, die tickets verkopen. Mm -hmm. Dus op het moment dat een gast nu bijvoorbeeld vraagt van goh, wat is er te doen in de omgeving? Dan geven we al de topattracties in de regio. Ja. Op dit moment doen we dat dus gewoon de top drie. Nou, je kan je voorstellen dat een gezin net wat andere behoeftes heeft dan een, dan een Ook Dat wil ik op maat uiteindelijk. Ja, ja, precies. Dus dat moeten we op een gegeven moment uit de PMS halen. Oké, okay, wat voor type groep is het? Wat voor mm -hmm. gast? Uh, en dan daar de aanbeveling op doen. En ik geloof zelf wel erg. Maar dat is een uitdaging waar de hotels nu nog mee zitten. Is dat op het moment dat ze mij kennen. Dat ze dus data van mij hebben. Dan weten ze wat ik leuk vind. Dus dan is het niet meer op basis van een profiel. Maar dan is het op basis van geschiedenis. En voorbeeld daarvan is, als ik bij een, een keten bijvoorbeeld, uh, nou, denk aan de grote jongens, een Hilton en een Marriott, mm -hmm. daar kan ik dus heel vaak vragen, oké, okay, dat ik een zachte kussen wil. Hoe mooi is het, dat op het moment dat ik een boeking maak, dat ik automatisch, oh, zullen we weer uh, meneer zacht Van der Berg voor je neerleggen? zachte kussen voor je neerleggen. En dat er dan direct bij housekeeping uitkomt, oh, in kamer 300 moet een zachte kussen, want meneer Van der Berg komt. Oh. Nou, enzovoort, enzovoort. Daar zijn jullie hard uh, voor aan, zeg ik dus. Ja, en het is ook vooral dat de data van de hotels in de CRM... en de customer uh, uh, die data platformen, dat dat op orde is. Ja. En daar, daar is nog wel een stap te maken. Ja, want je zou, je zou daar ook in kunnen helpen... Hè? Dat, dat je mogelijk de AI vraagt om gegevens en dat dan weer de andere kant op dat, Ja, dus dat je het, het weer terugstuurt. Dat, ja, dat, ja, dat je ze zo helpt, ja. ja alleen hoe dat nu dus um, vooral gebeurt in, in die systemen... is dat er gewoon één groot notitieblok is... En ieder hotel zet daar gewoon informatie in. Nou, dat, dat, dat matcht niet met elkaar, dus er staan dubbele, hè, dubbele dingen in. Ja. Dus. En ik denk dus dat AI, maar dat is eventjes iets heel anders. Dat is niet wat wij doen, maar dat, dat daar ook een uh, oplossing voor komt. Want ja, als er iets goed is in data analyseren. En categoriseren, zodat je ja, juist precies. Hebt, de juiste, kritiekende vragen en dubbele informatie eruit filteren. Precies, en is het, ja. hè, dat kan natuurlijk heel... heel... Ja. Efficiënt met AI, makkelijk zou ik niet zeggen, maar het kan wel een stuk sneller. Ja, Dus meerdere vlakke dingen te winnen om uiteindelijk die de visie te bereiken. Ja, zeker ja, ja. leuk. Hey, als je nog een uh, tip zou uh, moeten geven aan andere mensen die een eigen bedrijf willen starten die nu een idee hebben, want er zijn volgens mij wel heel veel ideeën nu in de wereld. Wat zou je dan uh, adviseren? Ga zo snel mogelijk uh, op zoek naar betalende klanten. Ja. Want dat betekent één dat je uh, dat bedrijven het dus waard vinden. Om ervoor te betalen. Want er zijn heel veel start-ups die zeggen: van ja, je mag het gratis, gratis, gratis. Maar dan weet je dus niet of je echt daadwerkelijk waarde toevoegt. En haal vooral heel veel feedback op uit de markt. Uh, je moet wel je eigen visie hebben. Dus je moet niet alleen maar luisteren naar wat de markt wil. Uh, want ja, je moet ook gewoon je eigen uh, visie blijven toepassen. Maar ja. luister vooral naar de gebruikers van je product. Want uiteindelijk zijn zij degene ja, die betalen. Die, die betalen. Maar ook. Uh, die, die weten of iets werkt, ja of nee. Ja. Want wij kunnen het wel bedenken, maar... Ja, het moet wel werken in, in een hotel, zeg maar, in dit geval. Ja, mooi. Dus, dus werk vooral samen met je... Zeker. ...launching customers, ja, uh, de eerste betalende klant, om, om uh, steeds betere producten te bouwen, ja. Die past bij de uh, ja. gebruikers. Ja. ja. Mooi. Ik nog één allerlaatste vraag uh, voor je, Frank. En uh, als, je, als, je, als jullie terug konden gaan in de tijd... Ja. Had je dan iets anders gedaan, denk je? We hebben... Best wel veel tijd nu ook gestopt in, uh, in echt de, um, de Global Change, dus echt de, de grote jongen, zeg maar. En het, ja, dat, dat zijn echt gigantische projecten voordat je er überhaupt ergens iets mee kan doen. En uiteindelijk komt er altijd ja, toch zo'n verrassing te voor. Oh nee, dit. Dus dan, ja, je wilt wel met ze werken. Alleen ja, je hebt toch ook uh, die omzet nodig. Ja. En alles wat je in, in, in een keten stopt. Ja, dat is lastig om, uh, om die weer terug te halen, zeg maar. Ja, dus, dus misschien wat eerder uh, in het begin met wat kleinere partijen. Hè, ja. uh, misschien een hotel die op zichzelf werkt, laten we zeggen, benaderen. En daarmee aan de slag waar een ondernemer zit, die misschien ja. dezelfde visie dan uh, deelt. Zodat dat je gelijk uh, voordat je heel, heel traject in moet tot, tot een akkoord op een offerte. En dan uh, dat is heel wat gaan duren. Ja, ja dus we, we hebben dat in het begin hebben we daar dus, uh, vanaf uh, januari tot aan. Nou, zeg maar, uh, tot aan december, januari hebben we dat alleen maar gedaan. Dat is alleen maar individuele slash uh, kleinere uh, lokale ketens. Dan hebben we heel hard, heel hard gefocust. Oké, okay, welke PMS gebruiken ze? Daar gaan we focussen. Dat kunnen we goed. En toen zijn we langzaam toch wat meer ook naar de grotere uh, jongens gegaan. Mm -hmm. ja, en daar, daar zit best wel wat tijd in. Maar ja. uiteindelijk, als je, als je er een hebt... Uh, dus uh, we hebben nu bijvoorbeeld werken met de Falkensteiner. En die hebben 50 hotels uh, in de dagmarkt. Nou, dat gaat nu supergoed. Dus als we die straks kunnen als we die mogen uitrollen, ja, dat is geweldig. Dus dan, dan is het wel wel waard. Maar het is heel moeilijk om te bepalen. Oké, waar ga ik wel op focussen en waar ga ik niet op focussen? Ja, het is gewoon interessant om te zien dat, dat laten we zeggen, een, een type klant, daar zit een ander type salesproces. Ja, is voor of achter. Ja. En daar hebben we weer misschien wel andere expertise of andere mensen voor nodig die dan ja. dat soort dingen kunnen doen. Ja. Nou, we zijn nu net pas begonnen, eigenlijk ook met uh, echt het automatiseren van het salesproces. Dus een hubspot, die sequences en uh, workflows. Misschien hadden we dat ook eerder kunnen doen. Maar goed, ja, dat is ook, daar moet je ook tijd in stoppen. En ook die tijd kan je niet meer stoppen in hotels. Dus ja, het, is altijd, het is altijd lastig. En je moet volgens mij gewoon een hoop leren en een hoop doen. En ja, dat hebben ja, jullie gewoon goed gedaan hebben. Ja, thanks. Leuk om te horen. Um, ja, bedankt dat je hier was. Ja, dankjewel dat ik hier mocht zijn. Leuk. Geen dank. En uh, tot de volgende allemaal. Tot de volgende.